1 cent bestaat niet meer, hè? Nee. Wordt het dan niet afgerond naar 0 cent? Nou, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van De Giergast. Ik ben Martijn. En ik ben Joost, want Niels is deze week helaas ziek. Ja, we staan vandaag naast Chelsea. Chelsea heeft ons getwitterd. Wat was dat precies? Ik wil graag een zak snoep. Een zak snoep. Nou, dat gaan we even weer regelen. Ja. En hoe doe je dat nou gratis? Dat gaat Joost nu even vertellen. Ja, want je kan natuurlijk bij de Ethos en alle van dat soort snoepzaakjes, kun je natuurlijk je eigen zak snoep scheppen. Maar wat als je nou één snoepje pakt, die rond de 2 cent weegt en een contant wil betalen? En dan rond je volgens mij af naar beneden. Naar helemaal niks. Uit op 0 euro. En dan zitten we een hele middag gaan doen. En voor Chelsea aan het eind van de dag een gratis zak snoep. Ik zou zeggen, ga lekker op het terrasje zitten, niet van de zon. Wij gaan snoepje halen. Ja? Cool. Yes? Gaan wij even door? Ja. Eentje? Ja. Nou, ik vind dat aardig. Het weegt wel iets. Hallo, ik kom net een snoepje afrekenen. Hey, dit kleine lekkernijtje alsjeblieft. Eén snoepje. Super, dankjewel. Echt tegen een snoepje, mag. Ja? Thanks man. Thanks. Ik voel me zo'n rebel, hè. Ik heb er gewoon weer een. It's all for free. It's all for free. Maar het is wel droge humor. We staan nu in totaal van 5 snoepjes. Ah, kijk, aardig, dankjewel. Hey man, ik heb eigenlijk nog trek in meer snoepjes. So, yes, dank je vriendelijk. Thanks. Bam. Ik vroeg deze keer gewoon nog meer. Wat? Ja. Heb je gaas meegekregen? Oh my god, Yum Yin, you're the best. Gaan we gewoon weer door, want we hebben nu een aantal snoepjes. Ja, het begint lekker door te lopen. Ja, we hebben aardig wat. We moeten alleen nu even een zak scoren. Een zak scoren. Ja, ik heb een zak gescoord. Heb je een zak gescoord? Ja. Chill. Dus hoppakee. Let's go. Let's go. Neem je echt één snoepje? Nee, oké, dan doe ik het wel. Neem ik ook één snoepje. Yes. Ja? Dat weegt hij niet eens. Dat weegt hij niet eens? Nee. Oh my god, en nu? 1 cent. 1 cent? Nog niet hoor. 1 cent, kan ik contant betalen? Ja. Oh. Nee, we mogen geen... 1 cent bestaat niet meer, hè? Nee. Wordt het dan niet afgerond naar 0 cent? Werkt dat niet zo? Eigenlijk wel, toch? Neem het maar zo. Ja, mag ik gewoon meenemen? Ja. Dan koop ik er nog één. Nee, dan niet meer. Dankjewel, hè. We hebben met Chelsea afgesproken bij het standbeeld, dus daar gaan we nu heen. Ik hoop dat ze er een beetje blij mee is. Ja, dus laten we gaan zoeken. Daar zit ze. Dat is mijn Chelsea. Ja. En dus de hele middag. We hebben keihard ons best gedaan en lopen sloegen en lullen als brugman. En hebben we deze zak snoep voor je volledig gratis bij elkaar. Ah, dat is top. We hebben wel echt de lekkerste snoepjes uitgekozen die het minste wegen. Dus die heb je nu met een beetje wat zin. We hebben wel een beetje variatie, dus alles wel wat. Vond je dit nou leuk filmpje? Vergeet dan niet te abonneren. Like op Facebook, Instagram en Twitter. En als je nog een probleem hebt, dan kun je hashtaggen. Zeker, hashtag met even naar Gierige Gasten. En wie weet, helpen we jou volgende week wel. Dus tot nu. Ciao en tot volgende week. Zeg maar dan.